You are listening to Nerd Culture, a Game Kings podcast. Welkom wederom, lieve luisteraars en kijkers. Wat doe je dat? Wat rustig. Ja. Ja, ik ben er rustig vandaag, denk ik. Ik heb nog maar één koffietje op. Sowieso drink ik niet zo heel veel koffie meer these days. Dus ja, ik ben gewoon rustig. Ik ben gewoon een chille papi. Ik heb geen redactie gelezen, want het was wel druk. Dus we gaan dit zweten over deze redactie en wordt niet eens gewaardeerd. Ja, ik hoop dat jullie het thuis wel weten. Ik wou net zeggen, want we gaan er natuurlijk wel nog steeds over praten, over het filmen en je hebt ook geen aanrader dus deze week? Nee. Godzame. Ik ga daar nog tijdens deze dingen wel even over nadenken en dan kom ik er wel op, denk ik. Ik had een hele nieuwe opzet ook. Ik heb ook gewoon, wat hebben we deze week gekeken en geluisterd? Dat is een grapje dat je hier voelt. Ja, maar als in, dat hebben we vorige week al gedaan. En toen zei ik, hey, zullen we dit doen? En toen zei je van, dat heb ik een maand geleden al bedacht. Dus niet zijn we aan het heen en weer over wiens idee het was. Nee, dat was over wat er deze week te zien was. Maar ook over, hebben we dat ook? Ja. Oké, vet. Maar dit is van, wat heb ik deze week gekeken? Wat heb jij deze week gekeken, Koos? Voordat we dat gaan doen. Vind ik een goed idee. Koos, wat heb jij deze week gekeken? Wat een leuke vraag van mij, hè? Ja, maar voordat we dat gaan doen, hebben we natuurlijk onze huishoudelijke mededelingen. Want we hebben ook een eigen Nerd Culture podcast kanaal. Die kan je gewoon vinden op Spotify, Apple Podcasts. Noem het allemaal maar op. Jouw favoriete podcastplayer, Nerd Culture Game Kings podcast. Daar kan je hem vinden. En we zijn op Twitter, twitter.com/nerdculturepc. Volg ons daar. Dat zijn de gezelligste mensen. Delen we alleen maar nerdnieuws. This guy really can't follow a script. Ja, dat maakt niet uit. Weet je dat we nu reviews eerst gaan doen voordat we beginnen aan de show? Ja, maar de reviews zijn al een gedeelte van de show. En daarna doen we dus de wat hebben we gekeken en wat komt er in de bios? Ja, zeg maar de volgorde The van Green mijn Knight, formulier. Bijvoorbeeld. Die zit er wel in het lijstje, toch? Wat? The Green Knight. The Green niet in Knight? De bios. Hij is al in de bios, maar The Green Knight die staat nu op Amazon. Sinds het is vandaag dat we dit opnemen, is denk ik de 20e, dus sinds gisteren. Okay. The Green Knight. Weet je, die hebben we hier ook een keer al in Nerd Culture gezien. Dat is, ik weet zijn voornaam even niet, Patel. Die ook op die boot met die tijger zit. Ik ben je helemaal kwijt. Maar dat verhaal van King Arthur. Ja? En The Green Knight, die soort van een plantenridder. Die opkomt voor het dierenrijk of zo. Oké, ik ga beginnen aan de reviews. Ik heb echt geen idee van je. Nee, ik laat volgende week weten hoe die film was. Alright, we hebben echt fucking veel reviews gekregen namelijk. Onze dank daarvoor. Jullie luisteren altijd goed naar onze oproep. Fantastisch. Leuk om te lezen ook, want hier komen ze allemaal. Ik ga ze allemaal voorlezen. Lotter. 5 sterren. Ik hoop dat het een van Brian. Oh. Brian 1. Oh, Lord of the Rings. 5 sterren voor mijn 2 helden. Alleen ik verwacht nu wel een Lord of the Rings special zonder 1 gesproken woord over Marvel, DC en al die andere fucking onderbroeksfanaten. Dat zou, onderbroeksfanaten vind ik een hele vette trouwens. Dat zou dus deze week gebeuren, maar wederom kon Steve niet. Sorry, onze gast was weer ziek of iets dergelijks. Maar Brian, hij komt er ooit. Hij komt er sowieso en hopelijk volgende week. Maar daar zijn we natuurlijk wel een beetje afhankelijk van Steven. Nou, vorige week was er een ziektegeval. Deze week weet ik eigenlijk niet. Volgens mij kon het gewoon niet qua planning. Nee. Maar Brian, wanneer we over die Lord of the Rings special, wanneer we beginnen, zullen we geen woord over Marvel, superheroes. Denk je dat het er niet in komt? Nee. We gaan het vast een keer hebben van, maar wat vind je vetter of dit of dat? Ja, dan wordt het echt nekchoppen, jongen, als je dat doet. You that shot. Dus voor jou, Brian, en voor alle andere Nerd Culture luisteraars die niet van superhero stuff houden, wat ik moeilijk kan voorstellen, maar ze zijn er, inderdaad. De volgende, topshow van F13663. 5 sterren, geweldig om de zondagochtend mee te beginnen. Jelle en Koos vullen elkaar perfect aan en dat is te horen tijdens het luisteren van comics tot films en tv. Alles wordt besproken. Elke nerd is hier van harte welkom. Nice, dat is echt waar. Elke nerd is welkom. Dat heeft hij echt goed omschreven. Sterker nog, wij proberen ook onze nerdheid natuurlijk uit te breiden naar verschillende andere domeinen. Ja, 100%. Dat is iets wat ook niet binnen 2 weken gebeurd is namelijk, maar we proberen dat zeker. Zeker. Dan een review van Spider Simeon. Essential zondagochtend ritual. 5 sterren. Perfecte start van je zondag. Ik vind het zo grappig dat het een zondagochtendshow is. We hebben echt een zondagochtendshow gemaakt. Het is ook het enige item op GameKings op zondag. Dus, ja, dan is dat het misschien, Perfecte start voor je zondag. Of je nu een kater hebt zoals Jelle. Of fresher dan fresh bent als Koos. Niks is zo lekker als de Nerd Culture luisteren op zondagochtend. Met een bakje koffie, Marvel nieuwtjes, comic books, Pokémon cards. En al het andere nerdkabaal. Loving it. Thanks, gents.
5 sterren. Kijk, ik vind het vet dat hij dus ook wel sommige luisteraars of vooral GameKings kijkers die niet per se van nerd culture houden, omdat ze vinden dat het te veel over superhero en Marvel gaat en Star Wars. Mm-hmm. Kijk, deze guy die heeft zoiets van, maar er zijn ook Pokémon kaarten en wat dan ook. Weet je, natuurlijk is dat niet elke week een soort van super divers. Maar het maar gebeurt de stuff zeker. Die we vet vinden en waar we ons in interesseren. En weet je, dat is een ontdekkingsreis. Dat zeiden we ook op het begin toen we hieraan begonnen. Het is een ontdekkingsreis. En ja, weet je, dat komt vanzelf wel. Maak je geen zorgen. Ja. De laatste van klant 1010. Hij zegt, ga zo door. 5 sterren. Even een stoffige iPad uit het jaar 0 opgezocht om het sterren uit te delen. Heb GameKings standaard op mijn tv-browser voor optimale chillheid. Dus bij deze 5 zwaar verdiende sterren. En ik log snel uit om Nerd Culture weer verder op tv te kijken. Later, pater, Fiani, simuleer. Thanks man, mannen. Maar deze man heeft dus gewoon een oude fucking iPad even afgestoft. Ja. Zodat hij in ieder geval een review kan achterlaten. GameKings en Nerd Culture dus in zijn tv-browser. Wat ik ook wel heel bold vind. Want hè, ook al zijn we nerds, het is niet de meest makkelijke manier van kijken meestal. Terwijl jij eventjes koffie in je luchtgat, in je luchtpijp koost. Jezus Christus, de pijnlijke koffie zelfs. Nee, maar in zijn luchtgat, in zijn luchtpijp. Ik denk als ik zo hard mogelijk schreeuw, dan trilt het in ieder geval. Ja, dat is hoe het werkt. Ja. Oké, ik leef weer. Maar ook een tip voor jullie. Hè? Als je nog een oude stoffige iPad hebt liggen, nou, daar kan je gewoon een podcast review afgeven. Kijken op review. Ah, ik moet zeggen, het doet echt ontzettend goed als we dit soort reviews elke keer lezen en krijgen. Want we maken dit met veel plezier voor jullie en voor onszelf ook natuurlijk. Ja, ik vind het dus echt altijd leuk om te doen. Dat is wel echt, we maken dat ook echt wel een beetje voor onszelf. Ja, ja, 100%. Ja. Heb ik een vraag voor jou? Nou. Wat heb je deze week gekeken, gelezen of geluisterd? Gelezen zelfs, Jesus Christ. Ik heb denk ik niks gelezen. Geluisterd vette muziek, zoals ik het elke week wil doen. Maar ik heb gekeken de eerste 2 afleveringen volgens mij van het nieuwe seizoen van Star Trek Lower Decks. Ja. Is het nou canon of niet? Ja. Wel? Ja. Oké. Okay. Het is canon. En daarom kunnen ze niet balls to the wall gaan. Maar ze gaan redelijk balls. Maar ze gaan... Ja, ik vond het dus in het begin vond ik het niet tof. In het begin van seizoen 1 had ik zoiets van... Maar dit is echt niet mijn soort van Star Trek. Want ze gaan nu wel ook wel echt balls to the wall. En dat vind ik er niet helemaal bij passen. Mm-hmm. Maar er kwamen steeds meer... En dat is nu de laatste aflevering. Gaan ze zelfs een soort van... spoofen ze hunzelf al... Door te zeggen van, een van die guys van de cast, Boimler, die heeft zoiets van... Ja, maar ik wil helemaal niet fucking space, weet je, insane onzin. Hij zit ook de hele tijd in de stress, omdat er zoveel te veel gebeurt. En weet je, hij is de hele tijd... Maar blijft hij niet gewoon op aarde dan? Nou ja, maar omdat hij zei van, ik ben bij Starfleet gegaan om fucking diplomatieke missies en gelul en dit en dat. Zo, dus ja, ja. Op die manier heeft hij al zoiets van, hij, daarmee heeft hij een klein beetje, het is niet eens kritiek, maar wat ik van het begin van de show had, wordt van, ja, het is te veel actie en te weinig exploration. Hij zoiets van, ik wil alleen maar exploren en gewoon diplomatieke missies. Dus ze hebben een Jelle gevonden in die game. In de film. In de serie. Ja, maar dit is eigenlijk een van de hoofdcharacters. Die zegt soort van, jongens, kunnen we nou alsjeblieft even rustig aan doen? Ja, maar misschien represent hij de kijker wel. Nou, de kijker zoals ik, inderdaad. Ja. En dat was echt, vond ik heel vet. Voor de rest heb ik een nieuwe serie, ben ik gaan kijken. Walker. Wat een reboot Walker? Is van Rocker Texas Ranger. maar dan echt zo'n procedural cop drama. Wat helemaal my thing is. Dus die kijk ik naast super, Grey's Anatomy. Super weird. Vind ik een leuke serie. Het is totaal geen aanrader hoor. Het is niet een van mijn aanraders. Want ik denk dat niemand dit tof vindt. Behalve ik. En even kijken. Ja, misschien kan jij even wat zeggen wat jij hebt gezegd. Want dan kom ik misschien weer op andere dingen. Want ik heb wel veel gekeken. Ik heb sowieso iets gekeken wat jij ook hebt gekeken. Dat weet ik vrijwel zeker. What if? Ted Lasso. Waarom was dat een kerstaflevering, Kas? Nou, dat was het. Eerste wat de eerste vraag die bij mij ook noemde. Want wat ik had zoiets tweede? Van, dit is een hele gekke timing. Hele ik vind het een hele vette show. Ik vind het echt leuk om naar te kijken. Maar midden in de zomer een kerstaflevering. Ja, voelt heel weird. En wat was je tweede rare conclusie van die aflevering? Dat zat nog iets totaal idioots in. Want het is namelijk geen fantasy serie. Het is gewoon een comedy show. En ineens ziet het kind van dingen ziet de Santa vliegen. Is dit kind aan de drugs? Zou kunnen, maar het slaat nergens op, toch? Dat is zo idioot, want ineens is er een soort van fantasy... Nee, ik vind dat wel best een feel-good show passen. Nee, fuck no. Het is gewoon een one-off.
Ja, maar het is feel good. Het is niet, maar het is niet fantasy. Ineens dat je Santa ziet vliegen, dan ga je ineens naar familie fantasy film realm. En dat vond ik echt, dat kind, ik zweer het je, volgende aflevering hoop ik dat hij aan de druk zit. Want dat is de enige verklaring die logisch is. Okay, dat kon echt niet. Nee, oké, Mr. Grinch. Ja, echt zeker. Nee, dat vond ik echt heel kut. Maar voor de rest was het wel weer aardig. Ja, alleen Ted Lasso was niet de star van de show. Dat was zijn assistent. Zijn assistent of... Zijn baas. Ja, maar dat is zijn baas. Zijn baas. Toch? Oh, die bedoelt... Ja. Zijn baas, de lekkerste wijf uit Engeland. Die guy. Oh, dat kleine kereltje. Ja. Oh, die! Ja. Dat is ook niet zijn baas. Dat is de voetbal... Director. Ja, nee, die was heel tof. En ook, daarom, het is so feel good. And I love that shit. En Roy Kent? Wat vind je van Roy Kent? Sorry, KK vet. Ik probeer af en toe wel eens Roy Kent te channelen. Weet je, als ik in een grumpy ding is, dan ben ik in principe Roy Kent. En dan probeer ik naar iedereen, naar de rest van de mensheid, dat wel weg te stoppen. Dat ben je wel heel hard hoor. Ja, dat is wel hoe ik mezelf voel. En ook wel off-camera vaak ben. Niemand vindt het leuk om de hele tijd naar een grumpy person te kijken. Maar... Je zei het net al. What if? What if? Episode 2. Amazing. Heb je hem gekeken? Ja. Veel toffer dan 1. Ik kan jou... Oké. Thank you. Wat? Want ik heb uiteraard met de Watch Party deze shit gekeken. Eigenlijk vond iedereen hem veel nepper dan de eerste. En ik had zoiets van... Veel allemaal Peggy Carter neuken. Nee, maar ik heb zoiets vieze nerds. Van... Wat? Hoezo vond je de eerste vette? Dit is een echte what if. Ja, hier gebeurt zoveel fucking shit. Nou, dat was mijn hele guys. Punt. Thanos is een fucking good guy. Okay, nu ben je, sorry voor nu deze ben spoiler. Wat doe jij nou? Ja, nee, sorry. Ik kon het niet in me houden. Amazing. Ik hoop dat je what if ook al hebt gekeken gelijk op woensdag. Maar nee, het ding was... Dat was mijn hele punt ook. Ik bedoel, de eerste aflevering was tof. Hebben we besproken ook hier. Ik vond hem echt hartstikke tof. Maar die tweede aflevering, dat voelde als what if. Ja. Want heel veel mensen zeiden ook van... Ja, maar dit vond ik ongeloofwaardig. Ongeloofwaardig? Guys, van luister. Wat? Nee, maar luister. Lik onze nerdballen. Hoe één vet was, speelde het wel heel veilig hoor. Door maar gewoon een mini dingetje te veranderen. Dit was gewoon what if balls to the wall. Ik bedoel... Als jij als verhalenverteller, als regisseur, gewoon de complete vrijheid krijgt om maar te doen wat je wil, dan ga je nuts, toch? Ja, nee, dat is fucking bruut. En dat was hier het geval. T'Challa als Star-Lord. Ja, maar dat is, ja, oké, okay, laten we niet te veel spoilen. Dan nee, maar dat was al in de trailer. T'Challa als Star-Lord. De originele stem van Chadwick Boseman was het. Hij komt er nog wat vaker in terug zelfs in de What If-serie. Ongeveer 3 afleveringen nog ongeveer zit hij erin. Het is dus wel echt de stem van Chadwick Boseman. Ja. En dat heeft gewoon simpelweg mee te maken. Dit is al een tijd geleden opgenomen. Heel veel Disney Plus shows zijn natuurlijk uitgesteld door de Rona. Maar deze kon gewoon niet eerder online. Ook al was het af. Simpelweg omdat het gelijk moest vallen na Loki. Ja, tuurlijk. Ja, weet je, nu is er namelijk iets geopend. Ja. En daarom kan het nu pas gedaan worden. En daarom zit hij er nog in. En hij was er zo fucking excited voor. En heel eerlijk, ik moet zeggen... Ik vond dat ze de karakters... Ik vond het juist geloofwaardig. Want ik vond alle karakters van iedereen die voorbij komt... En ook diegene die je net zei... Ik vond het kloppen. Ja. Ik vond het allemaal kloppen. Ja, het verhaal klopt. Het wordt prima uitgelegd. De karakters kloppen. Ook al spelen ze een andere rol. De karakters kloppen. En het was gewoon een Guardians of the Galaxy... Ja. Movie. Ja, zeker. Mini movie. Drax was trouwens niet Dave Bautista. Klopt. En dat wel een heel goede voice actor. Dat heeft hij echt, dat is echt goed gedaan. Ja, en sommige andere echt characters. Drax ook gewoon. Heel Drax. Ja. Tof design ook. Dus meer zoals in de game ook. Want het is wel echt een andere. Het is niet film Drax ook. Dat vind ik wel heel grappig. Nou, het was wel film Drax. Nee, hij was veel lichter. En hij had soort van echt van die. Van ja, die maar Kratos volgens mij maakt ze gewoon. Volgens mij is dat gewoon de geanimeerde. Nee, maar hij komt zo wat meer. Ik denk dus in meer comic vibe ook in de games. Ja, dat is zeker zo. En ik hoop dus dat diezelfde voice actor het doet, want dat was echt een goeie. Sommige characters werden inderdaad door de echte acteurs gevoiced en sommige niet. Ja, Batista was daar overigens een beetje verbolgen over. Ja, maar hij had gezegd dat hij dat niet meer wilde. Dus nee, hij wilde niet meer in fucking make-up 4 uur. Dat hoeft ook niet voor volgens mij kritiek had gehad op Disney en shit. Nee, hij zei, ja, hij is de laatste tijd wel wat mondig. Hij ziet volgens mij een beetje zijn The Rock carrière, ziet hij een beetje aan zich voorbij gaan, omdat niet iedereen hem zo serieus neemt. Ik bedoel, iedereen vindt hem cool, maar iedereen heeft zoiets van, je bent niet de ster. Nee, je bent ook niet zo amicaal als The Rock. Ja, maar ik wou zeggen, je bent een leuke side, je bent niet de lead.
Hij gaat wel vette leads doen hoor. Want je hebt hem natuurlijk in Blade Runner speelt hij echt een super vette rol. Dus hij kan ook wel gewoon andere vet shit. En hij is de lead in Army of the Dead. Dus. Maar Blade Runner is hij geen lead. Kom op zeg. Nee, maar ik bedoel meer van, hij kan ook serieus wel serieus acteren. Dus. Ja, maar hij krijgt gewoon niet de recognition. Hij heeft ook nog niet het charisma. Hij is nog niet zo lang bezig. Dus nee, true. Maar hij werd wel aardig mondig al de laatste weken. Hebben we ook wat dingen over gezegd, inderdaad. Maar gewoon vet. Vette aflevering. Ik vond hem ook gruwelijk vet. En leuk twist. Ja, en, hele goede Guardians of the Galaxy vibe, vond ik ook. Ja. Dus, verder heb ik de Bad Batch finale gekeken. Ik ben begonnen aan de Bad Batch. Oké, okay. Ik moet wel zeggen, zit veel filler in. Dus hou daar wel rekening mee. Ik bedoel, er zit echt hele vette shit in. Ik moet zeggen, The Bad Batch, The Clone Wars en The Mandalorian. Al die series maken echt alle Star Wars films interessanter. Want zelfs die hele fucking loopy shit uit de sequel shit, weet je wel. Komen ze met goede verklaringen voor, weet je wel. Ja. Het wordt niet, kijk, zoals je dat in één keer voor je kiezen krijgt bij die films. Waarbij is zoiets van, oké, ja, het zal wel zo zijn. Ja. Palpatine is terug. Maar nu wordt daar echt een hele fucking backstory aan verzonnen. En hoe dat komt en hoe dat op gang wordt gezet. En hoe je natuurlijk gaat van een Republic naar een Empire. En dat doen ze echt heel erg goed. Dat maakt alles interessanter. Ja. Zelfs de originele trilogie en ook de prequels maakt het allemaal beter. Leuk, inderdaad. Ja. Ik ga niet bingen, maar gewoon af en toe even een afleveringetje is tof. Ja, aflevering 15 vond ik echt heel goed. Aflevering 16, de laatste nu dus van dit seizoen, was oké. Okay. Best wel veel vette shit. Ik ga niet spoilen. Maar op een hele andere pace dan aflevering 15. Dus het zal waarschijnlijk niet voor iedereen zijn. En The Last Ronin heb ik gelezen. Helemaal? Nee, 4 en 5 komen september en oktober uit. Ik heb nu de derde had ik gehad. Dus, vet. Dat was nog even langs de comic book store geweest. Nice. Oké. Okay. Er was nog iets wat ik van het weekend heb gekeken. Maar ik weet gewoon niet meer wat het is. Heb ik mijn telefoon bij me? Nee, ik kan het ook niet meer opzoeken. Dus was het een film? Ik denk dat het een film inderdaad was. Die vorige week is uitgekomen. Ik weet het gewoon even niet. Maar misschien als hij te binnen schiet, kan je hem nog als aanrader erin gooien. Dan gaan wij door naar het nieuws. Want er was deze week weer heel wat nieuws. En ik heb ook geprobeerd om ook wat andere nieuws erbij te pakken. Dat weet ik niet. Dat had ik niet erbij gepakt. We hebben de rubriek even veranderd naar wat we hebben gekeken deze week. Maar dan doen we het volgende week weer. En dus inderdaad nu, wat ik dit weekend wil gaan kijken, is The Green Knight op Amazon Prime. Echt geen idee wat het is. Maar jawel, als je het ziet wel. Oké, okay. In ieder geval heel veel plezier ermee. Ja, thanks man. Graag gedaan joh. Dennis Villeneuve. Die is al bezig met de sequel van Dune. Vet. Ja, maar daar gaat dit nieuwtje niet over. Het nieuwtje gaat over dat hij weer zit te zeiken op mij. Hij had ook groot gelijk. Maar in eerste instantie wilde hij die wel heel even verduidelijken. Dit is natuurlijk Dune. Die komt uit op 22 oktober. Kijk, denk ik wel met z'n allen naar uit. Toch nog best wel veel mensen zag ik ook op GameKings.tv die echt zero fucks gaven hierom. En het er ook niet vet uit vonden zien. Dat vind ik heel gek. Dat vond ik ook heel gek. Vetste uit ooit. Het ziet er echt belachelijk goed uit inderdaad. Ja. En ja, dat is bijna wel het trademark ook van Dennis Villeneuve natuurlijk. Precies. Die maakt echt hele mooie films. Maar hij zegt ook erbij, het is niet een sequel jongens. Het is part 2. We hebben die film opgeknipt in twee delen. Dit is Dune part 1. Dune part 2. Komt er eigenlijk zo goed als zeker aan. Hij zegt, ook al doet deze niet zo goed in de box office, dan komt nog steeds part 2 eraan. Want de studio heeft de eerste film gezien. De studio heads en noem het allemaal maar op. Ah, die zijn allemaal binnen. Zo fucking psyched over deze film. Dat het niet eens echt uitmaakt wat gebeurt in de box office voor part 2. Hij zegt, er moet echt iets heel geks gebeuren. Dat vind ik heel niet komen. Bold. Van hem om te zeggen dat het zo is. Dat vind ik het vet dat hij dat voor elkaar gekregen heeft. En dat vind ik ook cool. Het vertrouwen dus vanuit... het ziet er ook belachelijk en vet uit, hè, Jesus. Maar we kijken het ondertussen namelijk. Ja. Maar van de studio heads, dat ze daar wel oké mee zijn. Of het is een beetje een leugentje natuurlijk. Dat kan ook. Dat hij gewoon dat hij om een beetje een hype gewoon om het te doen. Op de, nee, of om letterlijk gewoon de studio heads letterlijk te pressuren. Ook dat. Ja, ik bedoel, er komt ook zoveel politiek bij kijken. Precies. Altijd bij dit soort films. Maar één ding. En daar ging het over met betrekking tot Jelle. Hij zegt, deze film jongens. Want zitten we in een pandemie. En er zijn heel veel uitdagingen. Dat onderstreept hij ook allemaal. Maar hij zegt wel jongens. Hij komt waarschijnlijk op HBO Max en de bioscoop tegelijkertijd. Hij zegt, deze film is gemaakt voor de big screen. Als jij deze film gaat kijken
op je tv. Dat is hetzelfde alsof je met de speedboat in een bad gaat zitten. Ja, dan ga ik eventjes heel erg GameKings.tv commenter doen. Ja. Want ik probeer ook wel eens metaforen te maken. En als je dus on the spot een metafoor probeert te verzinnen, ja, is dat heel moeilijk. En dan zou ik in dit geval ook zeggen, dat past helemaal niet. Dat kan niet. Nee, je precies. Kan niet met de speedboat in het bad. En dat is zijn punt. Je kan die film niet op tv kijken. Je moet hem in de bios checken. Ik ga dat over 22 oktober, 23 oktober ga ik dat gewoon doen. For me, it's ridiculous. It's a movie that has been made as a tribute to the big screen experience. Nee, het is gewoon een vette sci-fi film. Dus laat mij op de manier waarop ik een vette sci-fi film wil kijken, die sci-fi film kijken. Ik vind dat die, weet je, net zoals toen... Ik vind dat je deze echt niet op tv mag kijken, man. Gek. Ik mag alles. Nee, we gaan deze in de bios kijken. Nou, misschien ga ik inderdaad zeker wel mee inderdaad naar de bios. Ik zeg ook niet dat ik hem 100% zeker, maar ik zou er prima content mee zijn om hem thuis te kijken in plaats van in de bios. Als we hiervoor naar de bios gaan, je gaat en je zegt van ga je mee, dan ga ik wel mee. Ja man, deze ga ik in de IMAX kijken. G.I. Joe-achtige figurines. Ja, dit is wel echt heel nep. Zo gruwelijk. Ja, maar die CGI van het hoofd is niet heeft Iron Man ook af en toe wel. Ja, maar niet in het begin, later niet meer. Dat bedoel ik juist. Dat zweeft zijn gezicht een beetje in... Precies, en een rare schaduw die niet klopt. Je ziet gewoon dat het echt gecomposite is. Ja. Maar ik vind het een beetje net zoals Scorsese die zegt van weet je, cinema is niet iets voor streams. Weet je, dat, ik vind het gewoon, houd je rigide conformisten bek. Nee, maar je bent het toch wel mee eens dat als je een film in de bios kijkt, dat het wel een hele andere ervaring is dan... Ja, maar dat is super subjectief. Ik ben bijvoorbeeld... Het is een vraag. Nee, je zegt je bent met me eens. Ja, oké, het is ergens een vraag, maar meer een soort van... Je bent eens toch. Je legt mijn woorden in de mond. Nee, kijk, ik ben een angstig persoon. En dat is gewoon van binnen. Weet je, het is niet dat ik voor alles bang ben, maar... sommige situaties, ja, anxious. Ja. Ja, je vertaalt het met angstig of paniekerig. Ja, angstig, daar heb ik toch... Hebben de meeste mensen toch een ander beeld. Ja, anxious, dus paniekerig of wat dan ook. Totaal onreëel, dat weet ik ook. Mijn rationele gedeelte in mij heeft zoiets van waarom de fuck gebeurt dit nu? En weet je, het is nou helemaal zo, whatever. Ja. Maar er is niks om... Ik heb dat wel eens in de bios. Als ik... Hoe dan? Nou, als ik in het midden zit en er zitten 20 mensen naast me, 20 mensen naast me, het is donker, dan voel ik me... Nou, het is ergens een soort van claustrofobisch. Ja, okay. Maar het is niet... Ik kan gewoon, weet je, de kruipruimte onder mijn huis of onder mijn... heb ik nul. Heb ik dat niet. Ik heb dat dus als ik tussen mensen zit. Maar gewoon omdat je niet over ze heen wil stap als shit uitbreekt? Bijvoorbeeld. Niet over... Ik wil niet... Als ik moet plassen... En het is niet eens dat ik dan bewust nadenk over... Ik moet straks plassen. Want ik hoef 99% van de tijd... Om dat het überhaupt heen te lopen. Ja, maar dat het überhaupt moet. Als het zou moeten. Als ik zou moeten plassen. Maar wat ik zeg... Het is niet eens dat ik er bewust over nadenk... Maar ik vind dat niet fijn. Dus soms voel ik me wel eens anxious in een bios. Omdat ik... en misschien... Ik heb het bijvoorbeeld wel... Soms is het geluid zo hard... Dat het me gewoon overdondert. Ja, en dat kan bij mij. Sommige mensen hebben zitten, oh my god, dit is zo cool. En omdat ik dus een paniekerig van binnen persoon ben, heb ik zoiets van, oh my god, dit is zo fucking loud. En een soort van, weet je, oké, voel ik nu de bas of doet mijn hart raar? Weet je, al dat soort shit. Dus ik zit niet al, en dat betekent niet dat ik dat altijd heb in de bios. Maar 1/3 van de tijd is dat mijn bios ervaring. Dus is het dan heel gek dat ik hem liever thuis in mijn eentje op de bank zonder al die als je dat hebt, maar het dus, gaat natuurlijk over de meute. Ja, maar de meute, maar dat bedoel ik. Dus in mijn hoofd en hoe ouder ik word, heb ik steeds minder het idee van... Natuurlijk is er een meute en natuurlijk is dat, weet je, maar wat ik zeg, dit vind ik een hele legit reden om niet naar de bioscoop te gaan. Heel veel mensen zullen dat hebben. Ja, maar dus er zijn meer mensen die heel veel redenen hebben om niet naar de bios te gaan. Dus laat die, voor mensen zoals mij, laat het gewoon lekker thuis kijken. En niet alleen over één kamp. Zo moet je het doen. Weet je, zet je mij als anxious persoon, een soort van on the spot en pressure om naar de bios te gaan met 1/3 kans dat ik daar een kutavond heb. Nee, hij verbiedt je dat niet. Hij zeikt gewoon op mijn fobie of op mijn aandoening. Hij heeft zoiets gewoon van... Hij kraakt mijn aandoening af. Hij heeft zoiets van, nou, dan wacht je toch gewoon 9 dagen. Want dan komt hij op DVD en streaming, noem het allemaal maar op. Hij komt gelijk al. Ja, nu. Ja. Maar omdat dit een bijzondere situatie is.
Ja, oké. Okay. Anders had ik ook wel naar de bios gegaan. Met weet je, de proef op de som, voor lief nemen of wat dan ook. Dat ik een derde van de tijd misschien gewoon niet relaxed van de film kan genieten. Omdat ik paniek zit te zijn door de mensen om me heen en door het geluid. Heb jij trouwens het originele boek gelezen van Doen? Nee, ik ben er een keer ooit aan begonnen. Ik denk aan het begin middelbare school. Omdat ik... Had ik toen die van David Lynch gekeken? Ja, ik heb de David Lynch film gekeken. Ik heb die ook gezien, maar heel vet. Lang geleden. Echt, ja. Ik zou niet meer weten hoe die gaat. Ik weet wel dat ik hem vet vond. Ja, ja, ik vond het ook cool. Want dit is een hele campy film. Daar zijn we weer. En niet eens bedoeld, denk ik. Dus nu is het officieel misschien geen camp. Maar ik denk niet dat het bedoeld was, inderdaad. Nee, precies. Het is gewoon het tijdperk natuurlijk ook. Ja. En ook wel een beetje type film. En hij maakt rare mysteries. En ineens moet hij een soort van sci-fi epos gaan maken. Ja, tuurlijk kan hij dat niet. En daarom vind ik het juist zo'n grappige film geworden. Ah. Maar ik heb dus het boek, wat ik zeg, ik heb hem denk ik ergens nog thuis liggen. Ben ik aan begonnen, maar ik heb hem nooit afgelezen. Want wat Villeneuve zegt en wat iedereen ook tegen hem heeft gezegd, het is echt onmogelijk om het boek te verfilmen. En hij zegt, dat is precies de reden waarom ik het heb gedaan. En dit is ook echt een van de moeilijkste dingen die ik ooit in mijn leven heb gedaan. Maar ik wilde deze uitdaging niet uit de weg lopen. Want wat daar te vinden is zo rijk en zo fucking vet. Precies. En dat is what gets me out of bed, zeg maar. Nice. En dat heeft hij dan ook nog eens op een visueel insane vette manier. Lijkt hij dat te gaan doen. Dus dat is alleen maar vet. Ja, maar dat kan hij ook echt heel goed. Ik ben zo fucking excited. We hebben nog tijd voor 3 nieuwtjes. 22 oktober. Ja, nou, we gaan dan door naar de volgende. Ja. Hey, hoeveel krijg jij betaald voor een GameKings video? Voor 1 video? Ja. Drie kastanjes en een knikker. Kerel, Daniel Craig. Oh, je hebt de redactie niet gelezen. Nee. Daniel Craig maakt 2 nieuwe Knives Out films. 2 nog, hierna. Ja. Daniel Craig als acteur. Netflix had Knives Out gekocht. 2 sequels vastgelegd. Met Ryan Johnson, alle 2 ook gehelmd. Ja. Hoeveel denk jij dat hij per film Daniel Craig krijgt per film? En ik zal even zeggen. Ik denk bijvoorbeeld 20 miljoen. Dwayne Johnson krijgt voor Red One 50 miljoen. Red One? Ja, dat is een film waar hij mee bezig is voor Amazon. Brad Pitt krijgt voor Bullet Train bijvoorbeeld 20 miljoen. Ik zou zeggen 20 miljoen. En pak ik er nog eentje erbij. Tom Cruise krijgt bijvoorbeeld voor Top Gun Maverick 13 miljoen. 13 maar, vind ik heel weinig. Vind ik ook heel erg. Nou ja, weinig. Het is belachelijk fucking veel. Maar in vergelijking. Ik vind, laten we nu een soort van communistische idee beginnen, dat elke acteur in zo'n film gewoon altijd 1 miljoen voor een film krijgt. En dan gaat het namelijk om het acteren en welke rol. Het is nog steeds veel te veel. Het is nog steeds veel, inderdaad. Jesus, nou ja, 1 miljoen. Christ. Maar je weet, dan zijn er heel veel miljoenen over die je gewoon naar Afrika kan sturen of wat dan ook. Dus uit jouw betoog blijkt natuurlijk dat hij veel meer krijgt dan 50 miljoen. Ja, maar hoeveel denk je? Nee, ik heb je nu... Kijk, Dwayne Johnson is de hottest op dit moment. Dus die heb je gegeven. Ja, ik zou zeggen 20 miljoen per film. 20 miljoen per film? Hij krijgt 100 miljoen voor deze 2 films. Ja, bizar. 100 fucking miljoen nou. Dat bedoel ik. Dan ben je toch daarna de rest van je leven... ga je toch gewoon fucking kluizenaar zijn op je eigen eiland. Maar ik snap het niet. Ik bedoel, als ik die andere namen allemaal kijk... 100 miljoen inderdaad. Voor 2 fucking films op Netflix... gaat het zoveel opleveren dan dat ze hem 100 miljoen kunnen geven? We hebben wel eens gehad natuurlijk over de opbrengst van deze film. 100 miljoen? Ik zou het niet eens aandurven nemen, kan ik je vertellen. Je bent een liar, Daniel Craig. Als je voor me staat, ik zou je in je blauwe fucking ogen gezicht zeggen dat je een hond vindt, dat je 100 miljoen aanneemt. Maar heel eerlijk, als je het allemaal houdt. Ik noem niet voor niks dit lijstje op, omdat ik had bijvoorbeeld echt verwacht dat bijvoorbeeld een Tom Cruise veel meer zou krijgen. Meer zou krijgen dan Daniel Craig. S. Craig. Ja, toch? Jesus Christ. Maar 13 miljoen ten opzichte van 50. Het is insane. Ja, ik wou net zeggen... Tom Cruise die staat nu wel te schelden op zijn bed, hoor. What the fuck? They paid him more. Yeah. Wat krijgt Daniel Craig? Yeah. Hoeveel denk je dat Keanu Reeves krijgt voor The Matrix 4? 2 miljoen. 12 tot 14. Ja, oké. Okay. Dus... Oké. Maar echt, wat een bedrag. Die mensen leven echt in een andere fucking wereld, jongens. Ja, ik weet nog, volgens mij was dat voor Star Wars The Force Awakens. Kreeg Harrison Ford, dacht ik, ook gewoon 20 miljoen en... Hij zit niet eens zo heel erg veel in die film. 10 minuten screentime, ja. Dus ja, maar anders wilde die gewoon waarschijnlijk niet terugkomen. En dan hadden ze zoiets van, ja, dan kan je die film niet maken. Ja, nee. Daar houdt het op. Dan moet het, ja. Maar 100 fucking miljoen. Ik heb nog steeds geen Knives Out gekeken. Heb je nog steeds niet gekeken? Nee. Oh, ik dacht dat je hem wel had gezien dat je hem tof vond. Nou, hij stond op Amazon. Dus ik dacht, ik ga hem kijken. Maar dan moest je hem nog ervoor kopen. Ja, dat telt niet. Ja. Dus... De Black Widow staat op Amazon gewoon te huur.
Oh, te huur. Ja, maar ja, fuck dat. Dat ga ik niet doen. Ik heb al... Nee, maar ik vond het grappig dat het zo snel er al er is. Ja, maar ik heb echt 20 streaming abonnementen. Daar ga ik echt niks meer los huren. Komt een nieuwe. Dat zag ik vanmorgen. Ja, dat staat niet op, in je document. Ik hoorde zoiets inderdaad, ja. Ja, van Sky maar Showtime. Must have, ja. Nou, Sky Showtime. Dus die hebben Showtime. Ik denk dus ook Sky, want het heet Sky Showtime. Het is van Viacom CBS. Dus ze hebben CBS, ze hebben Paramount Plus, Paramount Pictures. Ik ben daar wel voor te porren. Want ik kijk heel veel toevallige series op CBS. Vooral op Paramount Plus. Ja, ik snap dat je ervoor te porren bent. Maar het is weer een fucking streamingdienst. Peacock, ook. En het raakt zo versplinterd. Kijk, het mooie nee, van... Nee, het vind ik dus niet heel dat erg. Vind want ik vind dat het vrij... en Universal zit er trouwens ook bij. Universal Pictures. Maar, die films zijn ook op andere. Maar kijk, dus het is niet verplinterd. Het staat gewoon overal. In veel gevallen. Ze hebben ook exclusives natuurlijk. Tuurlijk. Want anders kan je niemand krijgen. Of ja, anders haal je niemand binnen. Nee. Maar hoe heet het? Disney Plus. Voor mij op dit moment onmisbaar. Ik vind dat ze... Eerste jaar was zwak. Ze zijn nu beginnen ze goed op stoom te komen. Netflix moet ik gewoon hebben. Maar waarom? Is op dit moment wel de minste. Ik wou net zeggen, die begint steeds minder de momenten. Maar Rick and Morty staat er bijvoorbeeld op. Ja, ja. Shit. Nee, maar dat is eigenlijk een van de weinige dingen die ik daar, kijk. Ja, New Amsterdam, alle Star Wars, Star Trek die erop staat. Netflix staat op dit moment bij mij onderaan de ladder. Ja. Amazon Prime Video. Ja, Castlevania, ze hebben natuurlijk wel dingen. Dus het gebeurt. Ja, we hebben het nodig. Amazon Prime Video, €3. Is mijn main bitch. Dat is mijn main bitch. Maar kan je niet links laten liggen, ook voor die prijs? Nee, dus daarom hoop ik dat Sky Showtime ook gewoon een gemoedelijke €3-4 is. En dan pak ik dat gewoon. Ik ga niet 2 tientjes betalen voor zoiets. En dan heb je ook nog die Videoland. Nou, die heb ik nooit gehad nog. Nee, maar Pathé thuis heb je fuck ook die nog. Nederlandse bullshit. Nee, maar daarom. Die shit hoef ik niet. Ik ga dan inderdaad... ik wil ook straks, wanneer het er is, HBO Max. Kijk, ga ik ook gewoon pakken. Kijk, het mooie van Apple Music en Spotify en Tidal is gewoon... Ja, het is een aanbieder. En ja, er zitten wel wat voordeeltjes hier en wat voordeeltjes daar. Maar in principe hebben ze allemaal dezelfde library. Allemaal. En ja, dat maakt het. Is niet zo van. Was natuurlijk niet het begin. Ik heb van Apple Tidal, Music hè? Nodig om, dit. Nee, met Tidal wilde een wel beetje, anders shit doen. Maar. Ja, maar hun selling point was weer: we hebben high quality. Weet je wel? En dat had op dat moment nog niemand lossless. Inderdaad, ja. Maar kijk, kan je voorstellen dat je even... Ja, ik heb Apple Music en ik heb Spotify omdat ik de Beatles wil luisteren. Ja. Weet je, fuck off met die shit, man. Het begint echt behoorlijk aan te tikken op een gegeven moment. Ja. Dus ik, ik word er niet heel vrolijk van. Word er niet vrolijk van? Nee, volgende nieuwtje. Man. Brendan Fraser. Ken je hem nog? De mummy. George uit de jungle. Nou, hij keert misschien terug voor een deel van de mummy. Ja. Vet. Ik vind het een hele toffe acteur. Hij is volgens mij wel gesmolten nu. Hij is een soort van opgepoft en toegesmolten. Ja, man. Hij is 52 is hij op dit moment. Hij is echt inderdaad... Hij zit er ouder uit dan mijn vader. Kilootjes is hij aangekomen. Hij is kalend. Ja. Dus die mooie bos met haar die hij vroeger had. Want vroeger, dit is een beetje de original Nathan Drake. Ja. Dat was hij wel een beetje. Ja? Zeker in de mummy. Nou. Ergens is de original Nathan Drake natuurlijk gewoon indie, maar dus Harrison Ford. Maar, ik vond het echt een toffe acteur. Dit is echt gewoon een van de 90s acteurs. De Chris Pratt van de 90s. 100%. Ja, hier kan ik me wel achter scharen. Toch? Dit ziet, deze beelden zien er trouwens nog vrij modern uit. Helemaal uit vergetenheid geraakt dus. Oh, leek alsof Michelle, hij op een gegeven moment aan de crack zat. En dat maar wat is dit? Welke films zien we hier nu? Dit is de Mummy ook. De Mummy 4 dan of zo. Ja. Want dit ziet er en nog modern uit. Hij ziet er nog jong uit. De film ziet er modern uit. Jet Li en fucking Michelle Yao. Heb ik dit gezien? Ik denk dat dit moet wel langer maar... dan 10 jaar geleden is hoor. Maar deze was niet zo heel erg cool. Ja, ik zie wel... hier heet het Jean Reno. Is dat Jean Reno? Ja. De neus, de nazen. En Jet Li. Ik heb dit niet gezien. Ik weet het zeker. Ik heb dit niet gezien. Ik heb dit wel gezien. Tot de helft. Want dit was jetisch. Want dit was echt een hele slechte film. Ik ga hem toch kijken. Nee joh. Jawel, ik hou van popcorn bullshit. Maar hoe heet het? Hij is dus helemaal uit vergetenheid geraakt. En een keer nu gewoon terug. Want hij doet nu een aantal verschillende dingen. En hij gaat ook weer aan andere shit werken. Hij krijgt nu ineens allemaal rollen. En mensen noemen het de Renaissance. De Renaissance. Amazing. Maar Rachel Weisz keert trouwens ook terug voor de mummy. Vet. Is het, maar ik hoop dus wel dat hij op een gegeven moment ook serieuze rollen gaat doen. Brendan. Serieuze rollen. Ja, volgens mij heeft hij dat ook wel gedaan. Weet hij ook alweer. Dat hij als caveman uit het ijs komt. Die heb ik ook nog in. Dat is ook zo'n... George of the Jungle, toch? Nee. Dat hij echt... De Renaissance... Het heet Renaissance Man, denk ik. Of iets dergelijks. Naam Renaissance Man. Hij komt uit het ijs. Of de weet ik veel, bla 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 man. Het is iets met de man. De Chrome Man. Nee, dat is niet.
Ja, je bent het nu heel snel aan het opzoeken voor ons, maar dat hij uit het ijs komt en dus een holbewoner eigenlijk eerst. Encino Man. Encino Man? Is dat het? Waarom? Dat is uit 1992. Ja, nee, dat kan ik nog vividly herinneren. Ja, inderdaad. Oh, jezus. Ja, dit kan ik me ook nog wel herinneren. Ja, goede naam. Echt hele pulp shit gemaakt. Zeker. Hoor. Ja, nee, al heel veel. Hij heeft alleen maar pulp shit gemaakt. Dat is het hele ding. Hij heeft alleen maar pulpfilms gemaakt. Ja. Maar ik ben er zoveel, echt wel dingen aan het terugkijken uit de 90s. Gewoon omdat ik toen, weet je, omdat wij toen zijn opgegroeid. En hadden we niet door hoe de fashion toen was en wat dan. Maar als je dat nu terugziet, is dat zo vet en herkenbaar. Een soort van, oh ja, natuurlijk, dat droeg toen iedereen. Ik vind dat heel tof. Omdat je het heel normaal vindt. En, ja, maar dat is dus meegeëvalueerd. En als je dat nu terugziet, heb je zoiets van, oh, Jesus Christ, iedereen zag er toen zo uit. Maar je vindt het niet heel raar, bijvoorbeeld, of zo? Mensen die daar niet in de tijdperk hebben geleefd, ja. Dus wat jongere kids. Ja, wat hebben jullie die hebben zoiets van, what the fuck is dat? Waarom hetzelfde wat wij met groot? Onze ouders hadden, weet je wel? Met, precies. Met wijde pijpen en dat soort shit. Of dat rare 70s haar, weet je, wat is dit? Ja. Ja, precies dat. Inderdaad. Amazing. Maar zo kan ik dus nu wel een beetje terugkijken. Het is wel normaal, want we zijn ermee opgegroeid. Maar alsnog heb je zoiets van, oh Jesus Christ, ja, dat was toen het tijdsbeeld. Daarom kijk ik heel veel 90's nu terug. Ja, nee, de 90's waren echt fantastisch. En ook heel veel gewoon vette films. Een hele andere manier van maken ook. Ja, wel pulp, maar wel minder. We zeggen nu altijd in deze 2020 alweer dat alles maar non-offensive moet zijn. Ja. En het was toen ook niet per se offensive, maar er zaten veel meer statements in. Het was pulpier, maar het was ook meer statements. Het komt wel vanuit het tijdperk waarin de 80 jaren was ook van, dit mag je niet doen en dit kan echt niet en dit mag je niet. Maar ook dus, heel veel revolt hoor toen. Ja, dus. Maar dat begon daar en dat voltrok zich weer in de jaren 90 en we beginnen nu weer een beetje van, oh, maar dat kan echt niet hoor. Ja. Dat mag echt niet hoor. Dus, hopelijk over 10 jaar hebben we weer revolt. Ja. Ja, maar dat gaat vanzelf komen. Dat zijn altijd cycli, weet je wel. Dus ik maak me geen zorgen. Hey, District 10 komt eraan. En wordt ook weer gemaakt door Nieuw Blomkamp. Oh, Blomberg. Blom Nieuwkamp. Ja. Dat was maar, zo noemde ik hem altijd, toch? Was het Blom Nieuwkamp Bloembolkamp? Het doet mij nog steeds echt fucking pijn. Maar sorry. Ja? We hebben District 1 gehad. Nee, we begonnen met District 9. Oh, ja. Ik wou me net zeggen. Ik dacht dat, 10, zijn er dan 3? Maar oké, dit is dus deel 2. Ja. En met Wiekus van der Werven? Ja, Wiebes. Wiebes van der Werven. Wiebes van der Werven. Is dat zijn echte naam of is dat de naam van de film? Dat is de naam van van hem in de film. Ja, okay. Van een personage in de film. Ja. Ja, ik moet zeggen, ik was destijds echt weggeblazen door deze film. Ik vond hem echt heel erg goed. Hele vette fucking sci-fi. Low budget. 30 miljoen heeft hij maar gekost. Ja, het is niet super low budget. Het is mid budget zou ik het noemen. Maar. Ja, nou, maar voor dit genre. Ja. En wat ze mij hebben proberen te bewerkstelligen. Oh, door Peter Jackson ook geproduceerd, zie ik. Dat wist ik niet eens. Maar die was echt heel vet. En inderdaad, Wiebes van der Merwe. Fantastisch personage. Dat hier zien we hem ook inderdaad, voor de mensen die de video zitten te kijken. Geweldig gedaan. Deze man was daarna ook even heel kort, heel even populair. Ja. Zat daarna in 3, 4, 5 andere films. Ja, en die heeft hij waarschijnlijk dus, weet ik wel, samen misschien 20 miljoen mee verdiend. En hij is wel een van die coole pappies die daarna gewoon heeft gezegd, oké, tjallas. Ik weet niet, of mensen hebben zoiets van, ja, nee, je bent echt pas bijzonder als je door bijvoorbeeld een Nieuw Blomkamp wordt geregisseerd. Want ik moet zeggen, andere rollen vond ik hem ook niet heel erg bijzonder, hoor. Ja, dit is zo'n vette film. Ja, en wat er ook gebeurt, ik vond hem heel vet. Maar hij zegt ook, we gaan iets compleet anders doen. Maar hij wil wel de aanpak van de eerste film. Blomkamp zegt dat? Ja. Okay. We gaan iets compleet anders doen. Maar hij wil wel de aanpak van de eerste film in stand houden. En dat betekent weer werken met een klein, beperkt budget. Simpelweg, hij zegt, de creativiteit komt pas echt los. Wordt er veel grittier door. Ja. Ja, wanneer we uitgedaagd worden voor dingen die we willen maken, die eigenlijk niet kunnen. Ja. En dat we toch een manier vinden. Dat betekent dus, dit is marketing voor, hij krijgt niet genoeg budget voor wat hij eigenlijk wil doen. Dat zou ook kunnen, ja. Kijk, het ding is heel simpel. En, want dit nieuwtje hebben we ook wel eens besproken. Hij zou de nieuwe Alien film maken. Oh ja. Hij was, na District 9, was hij echt de fucking shit. Om het zo maar even te zeggen, net zoals Wiebes van der Merwe. Nou, net zoals hij was de Dennis Villeneuve van een jaar of 10 terug of zo. Ja, weet je, Villeneuve. Ja. Nee, maar hij was toen wel anders. Echt de man. Ja, maar wel echt anders. Maar kijk, anders, hij was een ander soort regisseur inderdaad. Het ding is, hij was even een hype moment. Hij zou dit nieuwe Alien film gaan maken. En hij had ook nog eens de vrijheid om te zeggen, hey jongens, Alien 3 is niet gebeurd. Oh ja. En we doen gewoon echt die films die allemaal daarna zijn gekomen, strepen we weg. Ik ga verder vanaf deel 2. Dus gewoon waar deel 2 eindigt,
gaan we een nieuwe deel 3 maken. Ja. En dat was eigenlijk al met kan en kruiken. Totdat zijn film Chappie, ik weet niet of je die hebt gezien, ja, met die viel een beetje tegen. En toen durfde de studio het niet aan. Oeh, dan heb je, ja, dan heb je jezelf. Dan heb, ja, dat vind ik dan wel weer, dat gebeurt. Ja. Als je dat iemand soort van inderdaad iets een soort van proof levert dat het gewoon niet vet genoeg is. Maar hij wilde echt gewoon die oude Alien vibe wilde die wel echt, ja, in stand houden. Nou, dat ergens nu zie ik, weet je, die beelden. En het heeft een bepaalde grittiness die heel erg past heel bij erg Alien. Heel erg goed. Ja. En, zowel bij 1 als bij 2. Want heeft hij daarna nog shit gemaakt? Ja, ongetwijfeld. Maar voor Anthem heeft hij natuurlijk een minifilm heeft hij gemaakt. Oké, ja, maar dan bedoel ik een minifilm voor een geflopte game is natuurlijk niet een vette prestigeproject. Nou, wat heeft hij na Chappie nog gemaakt? Ik denk dat het voordat die game uitkwam, dat het best wel een prestigeproject was. Maar dat het daarna... Nee. En volgens mij heeft hij ook iets met Halo gedaan achteraf. Maar ik pak nu gewoon even zijn... Heeft hij gewoon die weet het, Until Dawn gemaakt? Even kijken. We pakken even live zijn heel veel shorts. Erbij. Cooking with Bill... TV-miniseries, alleen maar short. Nee, hij heeft daarna geen film meer. Hij heeft crap gemaakt. Hij is gewoon gecanceld. Kijk, en niet eens door dat hij aan meisjes heeft gevingerd, maar omdat hij gewoon een kutfilm heeft gemaakt met die antwoord. Ja, nou kijk, hij was on a roll met District 9, Elysium. Elysium is vet, ja. Ja, want dat was met Matt Damon natuurlijk. Matt Damon! Chappie, en ja, en toen durfden ze het niet meer en aan. En wat was er voor District 8, 9? Ook allemaal shorts. Okay. Allemaal shorts. Ja, short-lived career. Sorry, Neil. Rest in peace. Ja, nou, ik hoop dat hij ooit nog steeds die Alien film mag maken. Want ik denk daar zijn ze echt... Niemand, iedereen is hem vergeten. Alleen wij hier toevallig hebben het nog eventjes over. Maar er is wel... De woorden Neil Blomkamp zijn al in 3 jaar niet over de wereld gesproken. Ik zweer het je. Nee, hij zat laatst... Zat hij volgens dus mij zal nog, nu... Hij zat volgens mij laatst nog bij Joe Rogan. Oh. Dus ja, te zeiken dat zijn hele carrière naar de titel was. Ja, dat ging wel een beetje daarover. Ja. Ja. Precies. Ik zal hem uit respect zal ik hem niet meer Blom Nieuwkamp noemen, maar Neil Blomkamp. Maar dus District 10, we gaan het krijgen, jongens. Oh wel? En het wordt dus een low-budget film. Maar ja, inderdaad, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk om die reden. Dat is nu heel duidelijk. Maar weet het wel goed te verkopen. Ja, zeker. En het lijkt ook te kloppen met hoe District 9 in ieder geval is gegaan. Ja, en als hij dan wel weer een vette film maakt, krijgen we misschien alsnog weer een Aliens 3.2. Ja. Een beetje Final Fantasy-achtig. 3-2. Het is echt nodig. Want die Alien franchise... Sorry, hoe vet ik... hoe heet die ene? Prometheus ook vindt. Met Covenant hebben ze dat weer helemaal omver geschopt. En ik was vorige week vrijdag met Steven wat drinken. Ja. Wat drinken. Heel veel drinken. En toen hebben we het ook eventjes over de Aliens franchise gehad. En hij zei... daar is die. Daar is de aanrader van Jelle Kunst. En eigenlijk is die namelijk van Steven Sanders. Er is een fan-edit van Prometheus/Covenant. En die is wel goed. En hij zegt van, het is cooler. Er zitten ten eerste extra scènes bij, weet je, die naar vanuit de DVD-releases, weet je, die extra. Ja, en van tevoren hadden ze een proloog hadden ze op YouTube gezet. Ja. Die best wel essentieel was voor die film, vond ik eigenlijk. En ze hebben inderdaad een andere scène eruit gehaald die ook essentieel was. Dus hij zei van, check de Prometheus. Ik zal hem even appen. Ik wil dit in de tekst zetten. Ja, nou, ja, aan jou kan ik het sowieso, maar ik zal het ook proberen om dit in de tekst te laten zetten. Maar ik weet niet of dat, als dat niet vandaag komt, maar ga er naar op zoek, de Prometheus/Alien Covenant fan edit. Ja, nou, ik ben benieuwd, want Prometheus was vet, alleen, weet je, mensen waren verdeeld erover. En toen raakten ze in paniek en toen gingen ze met Covenant weer een hele andere film maken. Ja, en precies. Dat heeft weer gebroken. Hey, de Suicide Squad, die hebben we natuurlijk gezien vorige week, allebei. En ja, we waren allebei best wel over te spreken. Ja, die hebben we ook al besproken, toch? Ja, ja, zeker. Maar hier heb ik er nog een nieuwtje over. En dat komt wel een beetje overeen met het probleem wat ik had met de film. Ik vond gewoon de eindbaas, om het zo maar te zeggen, de main antagonist, vond ik gewoon niet cool. Starro niet? Ja, vond ik echt totaal niet cool. En, ja, maar het is natuurlijk zo extreem. Ze moesten gewoon iets lekker geks doen. Nee, dat hoefde dus helemaal niet. Oh. Want hij had in eerste instantie had hij een heel ander idee. Want de reden dat ze deze kant op zijn gegaan, heeft er voor mij voor gezorgd dat ik het verhaal en plot echt zero fucks om gaf. Maar zijn originele idee was dat Superman de main villain zou zijn. Maar dat gaat in de volgende gebeuren. Nou, laten we hopen. Ja, maar dat heb ik gelezen. Of hij heeft dus gezegd ook op een gegeven moment van, ik wil dus in de volgende, wil ik eigenlijk dat Superman Rogue gaat of iets dergelijks. Of een evil, weet je, zijn er ook evil versies van Superman. En dan heb ik zoiets van, ja, sorry, maar de Suicide Squad kan Superman niet aan. Maar, dat was dus een vette fucking
Ik had wel graag willen zien zoals King Shark mensen aan elkaar trekt. Dat Superman gewoon iemand bij zijn gezicht pakt. Plak, gewoon ja. een gezicht eruit trekt. Ja, okay, omdat hij rogue is gegaan. Ja, ja, ja. Of ja, dat onder de influence staat. Want dat zegt hij ook van... We zaten te kijken... want je weet ook wel die Batman vs Superman film. Op een gegeven moment vindt ook gewoon de regering van... Superman heeft te veel vrijheid. We moeten hem wel... hij moet voor ons werken. En hij zegt, nee, ik ben onafhankelijk. Ja, tuurlijk. En dus sturen ze de Suicide Squad op af. Ja, nee, maar dat is die gebeurd. En, maar dat wordt twee. Maar het probleem was... Nou, de reden waarom dit niet is gebeurd... geeft weer aan wat voor rotzooi die DCEU af en toe is. Want hij zei... Ja, ik wilde dit doen. Maar we hadden gewoon heel veel vragen die niet beantwoord werden. Van, is dit de Superman uit de DCEU? Is deze film in de DCEU? Waar willen jullie naartoe met Superman? Kan ik het met deze character doen? Ja, kan ik even een side arc maken? Hij wist niet eens dat deze film onderdeel was van de DCEU. En hij heeft gewoon op een gegeven moment gezegd, het duurde zo lang. Ik ga gewoon dit maken. Laat maar. Ja. En ik doe gewoon dit. Het zit er wel. Hij wordt even gementioned natuurlijk op een gegeven moment. Superman over iets. Ja, over iets met dat hij beef. Iemand had beef met. Volgens mij had Idris Elba had soort van op een gegeven moment. Oh, toen had hij een soort van, ja, maar ik schiet nog een kogel tussen de ogen van Superman of zoiets. Ik weet niet precies. Met een kryptonite bullet. Ja, heb ik dat bedacht? Nee. Ik heb wel iets gehoord. Zoiets over was het. Soort van, dat was het. Hij is zo'n andere soort van mission, inderdaad. Hadden ze, volgens mij werd hij dus net niet op een missie gestuurd om met een kryptonite bullet dinges. Dus misschien ging het daarover. Dus ja, Superman versus kunnen. Batman, dat ze zeiden van, hey, maar dit kan niet. En dat hij een van de backup plans was. Of zoiets. Ja, dat zou inderdaad kunnen. Wat natuurlijk een grappige mini cannon was. Die kryptonite bullet, dat kan ik me echt nog goed herinneren. Toch? Maar dat is toch raar, man. Ik bedoel, ze hebben echt een paniekvoetbal soort van James Gunn binnengehaald. De hele tijd. Ze zijn het ging niet goed. En het was echt van, alsjeblieft, maak een Marvel film voor DC, weet je wel. Nou, maar ze zijn dus film gemaakt. Heel langzaam tempo paniekvoetbal. Het is namelijk niet echt een soort van all-out chaos. Zij missen Kevin Feige. Gewoon iemand die de lijnen uitzet en gewoon het algeheel bewaakt. Want deze... Het algeheel. Voor mijn gevoel is deze dus nu gewoon last minute. Ja, nee, hij is tof. Dit is DCEU. Ja. Weet je wel? Ja, precies. Nee, fair. Dus ja, nou, heel jammer in ieder geval. Ik had dit heel graag gezien. Een andere DC-character, Michael Keaton. Gaat komen, ja. Die praat over zijn rol in Die heb ik dus van het weekend gekeken. Dat zei ik vorige week en dat heb ik dus gedaan, dit weekend. De Batman? Ja. Nee, gewoon Batman. De 1989, die film. Dit weekend gekeken. En die heet dus niet The Batman, maar gewoon Batman. Oh, gewoon Batman. Ja, ik vond hem super vet. En weet je, ik vond hem dit weekend ook die hele gotische stijl. Ik vind die stad ook gewoon vet eruit zien hoe ze dat hebben gedaan. Het ziet er heel nep uit om een of andere reden, maar wel vet. Het is gewoon de special effects zijn niet meer, weet je, zijn gewoon. En je ziet ook gewoon dit is een speelgoed. Ja. Nee, een van de weinige coole Tim Burton films na Sleepy Hollow. Ja, nee, heel vet inderdaad. Het ding is. Hij had altijd zoiets van... Sorry, mag ik nog één ding zeggen? Ja? Ik onderbreek je, maar anders dan ben ik het vergeten. Het doet me ergens, en natuurlijk dit is Gotham... maar het doet me ergens denken hoe het eruit ziet aan de New York van de Turtles. Ik zat het te kijken, en dit is natuurlijk ook in dezelfde tijd gefilmd. Ik had zoiets van, hoe cool zou het zijn? Dit voelt zo als een shared universe... Dat gevoel had ik toen ik het aan het kijken was. Turtles en Batman, die hebben al een crossover gehad. Daarom. Dus ik zat te kijken en ik zei van dit zou heel cool zijn als je eventjes weet je, de lid omhoog ziet gaan. Ja, maar dat is echt die 90s. Ja, 90s look. City look. Ja, weet je, van die city look. Maar dat bedoel ik, tot wat grimy ass fucking steden waren het altijd. Ja, altijd van die damp die altijd, bijna precies. Hangt. Amazing. Ja, heel vet inderdaad. Maar Michael Keaton zegt, ik heb altijd voor mezelf afgevraagd hoe zou het zijn om me ooit terug te keren als Batman. Zou ik het nog wel kunnen? I bet I could and I could nail it. Vet. En toen hij in één keer dat telefoon pak kreeg. Was trouwens nep, jongen, als je dat nu terugziet. Het is echt zo'n rubber, stuk jongen. Rubber. Ja, echt een condoom. Ja, heel vet, want ik zie ook altijd... je ziet het ook gewoon hier, sorry, dat kunnen jullie niet zien. Maar, ja, maar zo van dichtbij, van veraf ziet het er nog wel aardig cool uit. Weet je, nooit natuurlijk mooi belicht, maar als je dit echt van dichtbij is het echt... Het ziet echt uit als mat rubber met allemaal poffie. Vingerafdrukken erop. Precies. En dat soort shit, weet je wel. Maar toen werd hij gebeld en toen kreeg hij in één keer deze kans. En toen had hij ze gegooid. Van die fuck yeah. Ja, fuck yeah. Ja. Ik ga dit doen. Hij begreep nog... I had to read it more than 3 times. Like, wait, how does this work? And then they had to explain it to me several times. Vet. Eventually they won me over. Ergens zit ook, dit is best wel een dorky dude. Weet je, als je hem als Bruce Wayne is hij heel kut. Omdat het is zo'n dork. Ik snap ook helemaal niet dat hij ooit gecast is voor Batman. Ik vind het wel in hindsight heel tof.
Ja, ja, zeker. Maar vooral omdat hij gewoon ook een ja, mega-acteur is. Toen? Ja, al toen ook al. Hoe heet het? Beetlejuice, allemaal die tijd ook, weet je wel. De... Ook Tim Burton. Dat was daarna, denk ik. Ja, dat is ook Tim Burton. Volgens mij, ja. Ja, ik denk wel dat daarnaast. Maar hij zou ook origineel Batman Forever doen. Ja. Uit 1995. Die heeft hij zelf afgewezen. Hij vond het script, zei hij, was kut. Ga ik niet doen. Fair. Goeie. Nou, dan is hij goed. Hij heeft inderdaad veel goede films gemaakt. Dat is wel waar, ja. Maar Dodge the fucking Bullet. Want ja. als hij die Batman Forever had gemaakt... dan denk ik niet dat hij nu diezelfde legendarische status had gehad. Nee, nee, dat zou goed kunnen, ja. En de comicboek trouwens, Batman 1989, die is nu uit. Vet. Dus die kan je nu krijgen. Met hem ook, ja. Ja, en de eerste reviews zijn lovend. Ja, en echt? Ze zeggen echt dat... Ze kunnen echt de Burtonverse, of zo noemen ze dat maar... Fair. Die hebben ze echt geneeld. Vet. Dus dat heeft echt die vibe van die fucking film. Tof. Dus ga het checken. Marvel Studios werkt aan Secret Wars. Het is een comic book event wat ik een tijd geleden hier heb aangeraden. Het is denk ik de meest ambitieuze crossover qua superheroes in het Marvel universum. En alles en iedereen komt hier samen. En Marvel schijnt hier al aan het werk te zijn om dit voor elkaar te krijgen. Nou, we zien denk ik de eerste zaadjes al geplant zijn in phase 4 van Marvel. Je bedoelt nu dus even de Secret Wars, de comicboekserie, die bestaat al geruime tijd. En de MCU. Die hebben ook weer restarts gehad. Maar je hebt het nu dus over de MCU is aan het exploren of ze dat kunnen doen. Nou, ze gaan dit doen. Ja, dat is het nieuwtje namelijk. Kijk, alle MCU-films zijn... Is die witte is dat War Machine die daar in de eerste foto links gewoon bovenin hangt? Of? Te ver weg voor mij. Ik kan het niet zien. Ah, coole shit. Maar alle MCU-films zijn in meer of mindere mate altijd gebaseerd op bestaande comic books. Zeker. Is het Miles Morales Spider-Man? Ja, dat is Miles Morales. Toch? Ja, zeker weten. Fair. Nee, hier komen we echt... Alle fucking characters uit verschillende multiverses komen allemaal samen op een planeet. Volgens mij zie ik ook links onder de beam van volgens mij dus War Machine of White Iron Man of wat dan ook. Is dat Captain Black Falcon? Want ik zie de ster. Dat hoofd, heel vet. Ik kan het niet zien, man. Kan je het niet zien? Oké, dan gaan we dit na de aflevering nog even bekijken. Gaan we het nader bestuderen. Maar twee vette images. Ja, sorry podcastluisteraars, maar hier moeten jullie maar heel even mee doen. Maar waar gaat Secret Wars over? Secret Wars over gaat over de Beyonder. Dat is een soort van een god die buiten de realiteit leeft. En die ontvoert alle superheroes en supervillains. En zit ze samen op één planeet, Battle Planet. En daarom is het ook de meest ambitieuze. Waarom is het secret? Wat is een secret, hè? Je zou namelijk zeggen dat het dan spionnen zit. Omdat het parallele oorlogen zijn tussen allerlei verschillende universa. Allemaal Earth die tegen elkaar vechten. En dat zijn er over het algemeen op het einde nog maar twee. Ja, en vooral Reed Richards speelt daar bijvoorbeeld een hele grote rol in beide gevallen ook. Ja. En zo komen ze ook op een gegeven moment samen. Maar waarom en is het natuurlijk ook Doctor secret? Doom. Waarom het secret is? Ja, omdat het... Hoe leg ik dat uit? Ja, omdat hoe heet het? Doctor Strange en Victor van Doom en Reed Richards en de andere Reed Richards. Het zijn allemaal een soort van Illuminati. Dat is het. Ze zijn de Illuminati. Ja. Alsnog? Ja, oké. Okay, nee, ver. Ja, en die werken achter de schermen. Ja. Precies, dat is het. En de Russo Brothers moeten deze film ook weer gaan maken. Dus ik denk dat zij wel geknipt daarvoor zijn. Ik bedoel, tuurlijk. Ze hebben fantastische films. Maar dit wordt phase 5. Niet phase 4 inderdaad. Nee. Waarschijnlijk phase 5. Nee, misschien zelfs phase 6. Precies, maar dat zien we dan wel weer. Maar hoeveel? Want waarom weten we dat? Dan zijn we gewoon 40 jaar. Hè? We hebben het over dat wij straks 40 zijn en echt gewoon een grijze snor hebben. En dat we dan alsnog... En comics zie ik ook gewoon zo enthousiast zijn over comics nog steeds. Dus ik maak me geen zorgen. Ja, comicboekverhalen. Henk. Henk van Comics. Ja, precies. Ja, je zei Comics, maar je bedoelt Henk van Comics. Henk zijn Comics. Ja, Henk Comics. Zo heet die shit. Oh, ik dacht... Ja, precies. Ja. Maar hoe weten we dit? Nou, Jim Shooter. Dat is een van de legendarische namen bij Marvel. En hij is ook geschreven door Jim Shooter. De 1984-50 versie. Die heeft een aanbod gehad van Marvel. Om het te gaan schrijven. Ja, om het te gaan schrijven. Fuck. Hoeveel denk jij dat... Hij ervoor krijgt.
Ja, hoe, nou, laat me dat eerst vragen. Hoeveel denk jij dat schrijvers bijvoorbeeld van Infinity War en Endgame en... $20,000. Echt de grootste... $20,000. De grootste fucking Marvel films die ze ooit hebben gemaakt. $20,000 per script. Records hebben verbroken qua inkomsten. $20,000? Ja. Vijf. $5,000? Ja. Nee, joh. $5,000. Nee, echt waar? Ja. €5,000 voor een script van een film? Ja, recently the news broke that Marvel only paid $5,000 to the authors. Van? Oh, sorry. Nee, niet de scriptschrijvers. De schrijvers van de originele verhalen waar de film op gebaseerd is. Oh, de soort van, oké, thanks for your story. Yeah, ja, oké. Okay, maar dus die hebben niks... Eigenlijk hebben die niks voor de films gedaan. Dit is gewoon een royalty fee. Ja, nou, maar zeg maar, zoals Infinity Saga is gebaseerd op Infinity Gauntlet. Precies. Dan heeft de schrijver van Infinity Gauntlet... 5000 de royalties gehad voor thanks voor dat je de inspiratie was. Dat is heel weinig. Ja. Ik bedoel, hij heeft letterlijk het originele verhaal geschreven. Ja. Maar... Ja. Ook nooit verwacht dat het gefilmd zou gaan worden. Hè? Dus nee, het is wel een extraatje. Precies, het is een extraatje. Niet veel, maar... Ja. Maar hij kreeg een aanbod van 10.000. Om te gaan schrijven. Om een adaptation ervan te maken. Ja, maar dat vind ik dan weinig, want je schrijft gewoon echt aan de film. Dus dat is wel... maar dat is natuurlijk ook maar dingen. Kijk, je hebt dan inderdaad dit is het originele verhaal, heeft hij dus geschreven. En dan heb je straks de screenplay... Of je hebt de story, dan heb je daarna de screenplay en daarna het script. Weet je, het hoeft natuurlijk, hij hoeft het misschien alleen maar ik denk dat jullie, weet je, dit en dit moeten we misschien ietsje kleiner maken, zo en zo doen. En uiteindelijk wordt daar ook weer herschreven door een grotere schrijver voor film. Weet je, dus je hebt ik wil zeggen, als jij een comicboekschrijver bent, dat wil niet zeggen dat jij een script kan schrijven. Dus dat is echt iets compleet anders. Je maakt, je vervormt je basis en je zegt, dat ik denk dat dit heet, ja, volgens mij is het screenplay en daarna heb je nog een soort van play en dan heb je het script. Ja. Ja, dus ik weet even niet meer hoe dat andere heet. Maar dus dat zijn een paar stappen. En dat is dan dus degene met het kleinste, weet je, basale idee. Ja, dat hij niet heel veel krijgt. Want dat betekent niet, je bent er niet maanden mee bezig. Het basale idee, dat is wel echt gewoon de basis. Ja, het concept. Gewoon, ja, ik wou het zeggen. Ja, maar het is dus meer, het is het hart van de film. Maar dat is dus minder tijd kost dat dan het uitwerken van dat hele 100%. Translated, weet je, naar film. Ja, naar gewoon hoe het ook op beeld werkt. Lagere stakes. Ik bedoel, precies. Kijk, jij schrijft het verhaal en het allerergste wat kan gebeuren is vinden we niet cool, kan je heel even opnieuw precies maken dat, kijk, en de regisseur is vinden we niet cool, kut, ja, en screenplay is die hele iedereen scène moet erbij anders pakken. Precies, ja. En dat kost gewoon echt heel erg precies veel geld. Dus de vandaar dat een regisseur heel veel verdient, precies, omdat hij het waarschijnlijk in één keer voor je kan nailen. Ja, sorry Siri. Volgende nieuwtje, iets wat we eigenlijk al wisten maar nu officieel bevestigd is: Anthony Mackie tekent officieel als Captain America voor deeltje 4. Psyched. Ja? Ik hoop nog... Ja, tuurlijk. Wel eens een motorpak komen voor jou, hè? Nee. Jawel. Dat wordt, wedden? Ja, dat hebben we hier al een katje bier over staan. Inderdaad. En misschien... kijk, deze film is ook nog heel ver. Want het is nog ook niet Phase 4. Het is niet aangekondigd nog eigenlijk, die film. Dus het is niet een Phase 4 film. Toch? Weet ik niet. Dacht ik in ieder geval. Het zou nog steeds Phase 4 kunnen zijn, hoor. True, maar als dat... kijk, in de eerste comic... of sorry, in de eerste MCU-film waar die in zit... heeft hij al niet meer precies hetzelfde pak... en is dat wel in CGI gelijk getrokken... want dat is waar ons wetje om ging. En als dat dan Cap 4 is... ja, dan is het nog steeds... hou ik daad bij woord of iets dergelijks. Maar ik ben er wel aan gewend... dat hij nu de nieuwe Cap is. Dat vind ik helemaal prima. Ja, het enige vind jij is, hem een goede Cap? Ik vind hem een coole Cap. Wie had je het liefst als Cap gehad? Winter Soldier of... ja, ik vind de Winter Soldier niet per se een Captain America-like type. Weet je, hij is Captain Rogers, net zoals Steve Rogers dat was. Maar ik vond hem wel mokerhard. Toen de Winter Soldier heel even in Falcon and the Winter Soldier acteerde als de Winter Soldier. Super toen cool. Was hij badass. Ja, maar hij is badass. Hij is een anti-held. Hij is niet een Captain America super goody two-shoes held. True. Captain America is gewoon Superman. Weet je, dat is gewoon niet qua hij moet schoon zijn, Captain America. En dat is Falcon. Ik vind het enige wat het is Captain moet een fucking super soldier zijn. Dus ik hoop wel echt dat hij super soldier strength krijgt door iets in de MCU. Want anders zou ik het al veel minder vet vinden. Ja, misschien gaat dat juist gebeuren in Captain America. Precies. Dus ja, ik hoop het. We weten het nog niet, maar we houden het in de gaten. Maar Anthony Mackie is officieel nu Captain America in Captain America 4. Laatste nieuwtje. J.K. Simmons, die zagen we natuurlijk al in Spider-Man Far From Home. Gaat het nou weer over Marvel? Nee, ik heb de laatste 3 nieuwtjes over Marvel. Echt, daarvoor gaat het over alleen maar andere shit. Gaat het nou weer alleen maar over superhelden en hun jouwtjes? Nee. Ik weet niet welke stem J.K. Simmons... Maar.
Ja. Die zat natuurlijk in Spider-Man Far From Home. Op het einde. Helemaal op het einde. Ja. Helemaal op het einde. Is het de post-credit scene? Ja, ik denk dat het post-credit scene. Ja. Weer als J. Jonah Jameson. Ja. Wat voor heel veel mensen shock was. Wat, hoe Multiverse. Kan dit? Hij zat in de Tobey Maguire verse natuurlijk. Ja. Hier zit hij in één keer in Tom Holland's. Ja, hier zit hij in één keer in Sam Raimi verse. Ja. Maar hoe heet het? Hier zit hij in één keer in Tom Holland's stuff. En hij zit nu in Venom 2. Ja. Oh! Ja, hij staat, dat wist ik niet. Hij staat op de castinglist van Venom 2. Vet. En dat doet toch een beetje bij. We hebben het laatst al over gehad, hè? Dat ik zei dat Tom Holland zei dat hij graag tegen Tom Holland zou knokken. Dat ik zei al van dat is. Nee, nu worden we ingekneed. Hij zei dat. Ja, Tom Hardy tegen de Tom fight. Nee, ja, maar toen zei ik al van: dit is ons op een beetje warm kneden voor het feit wat toch wel gaat gebeuren. Nee, maar we weten dat het gaat gebeuren, want het is al lang gezegd. Maar het is nu denk ik al iets wat gaande is. Ja. Want om heel eerlijk te zijn. Ik zei dat al meteen. Ik had het idee al dat het einde van Far From Home, die post-credit scene, waarin Peter Parker dus onthuld wordt als een andere universe. Wordt, ja, een andere dat zei universe. Het zei letterlijk dat we naast elkaar dat we die shit zagen. Volgens mij wel, toch? Ja. Ja, en toen zei je van dit is een andere. Wow, what the fuck gebeurt hier? Dit is een andere universe. Ik denk dat het een andere universe is. Ja. En weet je, als diezelfde J.K. Simmons in de Venom universe zit, dan denk ik dat de overeenkomende... Ja, dat kan heel goed. Ik ben zo fucking psyched voor Spider-Man No Way Home, man. Ik ben daar... Dit is dit jaar nog, hè? Dus, ja, als die niet uitgesteld wordt. Nee. Dat is wel een beetje de vraag. Maar ik heb gevoel zegt van niet. Komen. Nou, er komt een trailer aan, maar die is exclusief. Slaat hij daar nou een spin dood? Ja. Ja. Ook een hint. Maar weet het, er komt de trailer aan van Spider-Man Far From Home, maar die is nog exclusief voor een bepaalde... Voor een event. Ja, dat is vaak zo. Die D28-achtige, D23-achtige stuff. Maar echt, ik zweer het je, Spider-Man Far From Home, heel eerlijk, hoe graag ik het ook zou willen zien. No Way Home. Of No Way Home, hoe graag, laat geen trailer zien. Nee, we kunnen nu afspreken. Ook, weet je, mensen verwachten natuurlijk eigenlijk dat die trailer kan is. Dat we dat in Nerd Culture gaan doen. Ja, maar om gewoon niet te kijken. Nee, maar om gewoon niet te kijken en dan gewoon blank die film in gaan. Nou, dus, weet je wat laten we dat, is, nee, laten we dat dit echt als Filmkings of als Nerd Culture experiment doen. Want, jawel. Nee, want één... Kijk, zodra ik zie dat er een trailer is, jij weet hoe ik ben. Ja, maar, nu spreken we af. Laat me heel even uitspreken. Ja? Je weet hoe ik ben. Daar kan ik mezelf niet inhouden om het te gaan kijken. Kijk, ik kan deze afspraak maken. En daar kan ik me ook best aan houden. Ja. Weet je wanneer ik dan helemaal pissed off ben? Als? Als ik gewoon door Twitter zit te scrollen. En je ziet een stukje. Nee, en mensen zeggen... Oh my god, die trailer, heb je gezien? Tobey Maguire zit erin, oh my god, yes! Ja, maar dan moet je dat allemaal shunnen. Allemaal dat muten. Kan niet. Allemaal muten. Dat kan niet. Daarom. Nou, okay, maar op dat moment, als je echt, weet je wat, je kan zeggen, we hebben ergens het kijken. Nou ja, dat probeer ik naartoe te werken. We hebben al ergens het idee dat Tobey Maguire in de film gaat zitten. En Andrew Garfield. Dus, nou, die denk ik niet. Die denk ik dus niet. Maar wanneer... Hallo, dat ze gaan echt niet, jawel, hoe heet het, gaat gebeuren. Uit Tobey Maguire en Electro uit, Andrew Garfield. Ik denk het wel. Nee, Andrew Garfield zit erin. Ik hoop het, maar ik denk het niet. Maar als je echt het idee hebt dat het zo erg gespoild is, dan zou je hem eventueel kunnen kijken. Maar liever dat je gewoon inderdaad gewoon alles mute en dat we het gewoon een 4 maanden gewoon proberen echt te shunnen, zodat we helemaal gewoon blank die film in gaan. Ik vind het wel namelijk een heel vet experiment. Want we zeggen, weet je, Steve kan dat bijvoorbeeld heel goed. Die zegt van, ik kijk, weet je, geen enkele Star Wars trailer, want ik ga gewoon die blank die films in. Ik heb dat nog nooit echt gedaan. Jij ook niet, want jij kan het al helemaal niet. Laten we het een keer proberen, op zijn minst. Ja, kijk, weet je waar ik dat ook enorm mee... En we vragen dus ook aan jullie kijkers om ons niet te spoilen. Want dat is ergens wel een ban waard. Ja, nee, niet een ban waard. Dat is een trailer. Jawel, want je gaat het expres doen. Als er nu wordt gespoilerd. Maar niet iedereen heeft dit gehoord. Nee, dus dit kan je niet policen. Maar het ding is... Ik zei dat ook afgelopen woensdag toen we Marvel What If gingen kijken. Ik bedoel, ik vond het een hele vette aflevering. Ik vond hem echt heel tof. En, en weet je, T'Challa was ook echt fucking goed gedaan. Ik vond hem trouwens niet lijken. Oké, kan ik mee inkomen. Kurt Russell was full on Kurt Russell. Maar of hoe heet hij? Oh, Kurt Douglas. Heel vet. Ja, daar mogen we niks over zeggen. Maar dat einde vond ik echt heel vet. Ja, nee, maar hij leek daarop. En sommige Yondu was 1-op-1 fucking Yondu. Maar ik vond T'Challa niet. Cha-cha trouwens. Kijk, over dingen gesproken, over spoilen en trailers en noem het dan maar op. Nebula trouwens ook niet, sorry.
Hou je bek nou eens een keer. Laat me heel even... Ik probeer het. Laat me heel even zeggen wat ik wil zeggen. Ik probeer het. Want het ding is... trailers verpesten te veel. Kijk, want we wisten al voordat deze aflevering begon... dat we T'Challa als Star-Lord zouden zien. Want het wordt de hele tijd gepromoot. Ja. Wordt de hele tijd gepromoot. Hoe vet was het geweest? Kijk hoe die episode opent. Ja. Ik ga niet zeggen hoe die opent, maar kijk hoe die opent. Ja, ja. En als dan die reveal was geweest... dat ja, amazing. Dat hij, ja. Dan is... What? Ja, ja, en dan ook nog eens de echt Chadwick Boseman. Ja, 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 het is alle maar dan was je gezicht gesmolten. Vernacheld. Ja, dat klopt. Nou, niet allemaal. Ja, jij hebt hier op het begin van deze episode... heb je er één vernacheld. Ja. Grote. Ja, nee, sorry. Maar dan was je gezicht gesmolten. Ik ben ook gebannen. Als je denkt dat het Star-Lord is... en dat je dan... What? Het is T'Challa? Ja, 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 dat is amazing. Dan heb je een fucking vette what-if. Ja. Nee, maar dus inderdaad. Maar daarom, dat kunnen wij nu proberen voor elkaar te gaan krijgen voor onszelf. Door niet naar de trailers van Spider-Man te gaan kijken. Ja, en gewoon naar die film te gaan blanken. Ik denk dat ik kan het sowieso niet aanzetten. En ik denk ook dat ik. Kijk, ik ben ook best wel goed. Namelijk, weet je, af en toe. We zullen echt wel een keer een screenshotje hier en daar. Maar dat vind ik niet zo heel erg. Weet je, maar een screenshotje. Je wil gewoon niet de hele trailer kijken. Het tegenovergestelde aan het bepleiten wat je vorige week zei. Of vorige week zei, nee, je kan gewoon prima die trailer kijken. Want Marvel maakt hele is andere trailers. Ja, maar Express. Ja, maar voor de films. Maar inderdaad, What If, inderdaad, Star-Lord. Ze hebben nooit echt hele pivotal dingen weggegeven in de trailers van belangrijke Marvel films. Nee, voor films niet. Maar What If wel. Ik bedoel, dat Peggy Carter Captain America zou worden. Ja, maar je kan eigenlijk natuurlijk ook niet een trailer maken zonder al die clues weg te geven. Nee, dan heb je geen know, maar dat zijn wel de grootste reviews. Weet je wel? Kijk, als je alle What Ifs gewoon... Kijk, maar het zit al letterlijk in de thumbnail van de aflevering. Bijvoorbeeld al. Ja. Weet je wel? Als het je is gelukt om niet een trailer, een trailer te kijken, niks van de promotional material te hebben gezien. Ja. En je start Disney Plus op, zie je al meteen aflevering 1 Peggy Carter. Ja, ja. Ja. Captain Carter. Ja. Maar dat is jammer. Fair. Ja, true. Want dat het allerleukste zou zijn dat je gewoon op het puntje van je stoel zit. Oké, wat is deze What If? Ja, weet je wel, van wat gaan ze doen? Maar... Nou, ik moet wel zeggen, ik heb die trailer van What If, denk ik, twee keer ooit gezien. Ja. In mijn hoofd heb ik ook inderdaad veel van deze twee afleveringen gezien. Dus hoeveel komen er? 6? Nee, 9. 9 er zou zelfs. 10 komen. Oh ja, en eentje was gewoon Guardians of the Galaxy Volume 3. Maar dus ik kan nu op dit moment, omdat ik die trailer ooit maar twee keer heb gekeken, kan ik niet per se meer voor de geest halen wat er nog meer is gebeurd. Dus de rest kan veel meer een verrassing zijn. Want ik denk dat veel beelden ook wel deze twee afleveringen waren. Ja, dat was 100%. Dus er komen wel gewoon nog surprises. Ja, dus ze doen het, ze denken er wel aan. Dit zijn de drie die we weten. Tenminste... Nou, dat bedoel ik. Nee, er zijn er veel meer, man. Nee, maar ik ben het al vergeten, namelijk. Ja, nou, ik weet dat Doctor Strange... Ik zie een Doctor Strange shot, maar ik weet niet wat er gebeurt. Dus ik ben gewoon... Ik zit er vrij blank in. Ik hou mijn mond. Ja. Dan zeg ik... Nou, ik wil de naam noemen. Ja, dan word je geband, motherfucker. hij zit dus in Venom 2. Want daar ging een nieuwtje over. Ja. Het is niet het eerste crossover. Dus het hoeft helemaal niet een ander universum te zijn. Want de Vulture, Michael Keaton, zat ook in de Mobius trailer. Michael Keaton? Ja, dat is de Vulture. Van Spider-Man Homecoming is hij de Vulture. Jezus, ja, dat kan ik nu niet eens meer... in Homecoming is hij de Vulture? Oh, ja, Michael Keaton. Homecoming, die hebben we al gezien. Ja, de allereerste Spider-Man film. En is hij de bad guy? Ja. Waar we het net over hebben, Batman. Ja. Jesus Christ, in mijn hoofd is dat... hij is vader helemaal niet meer. Van die gemixte dochter. En hij is de Vulture. Oké. Maar oké, dus daar zit hij al in. Daar zit hij al in de film. Dus er is al een link. En er waren beelden uitgelekt van Mobius... waarin je Spider-Man voorbij ziet swingen. Mm. Want dat is allemaal de Sony-verse. Ja. Maar heeft toch wel al aardig wat linkjes. Op een gegeven moment gaan taaien. En dan lekker geld. En daar hebben ze ooit natuurlijk die beef over. Van we doen het niet meer. Toen zei ik al van natuurlijk gaat het gebeuren. En daar heb ik nu gelijk gekregen. Nou, denk ik me ineens. Nou, we gaan zien. Ja. Aanraders. Had jij nog een aanrader voor deze? Ja, die Prometheus / Covenant fan edit. En ik zal even aan Steve vragen. En ik hoop dus dat hij dat vandaag nog meldt. Kan ik het in de tekst laten zetten? En anders dan zal ik het aan jou laten weten. Maar dat. Ga ik hem dit weekend kijken? Want... echt heel toevallig zat ik gisteren nog te kijken. Zou ik gewoon nog een keertje opnieuw Covenant kijken. Gewoon, misschien vind ik hem... Kijk, ja, Steven had wat punten waarom Covenant ook vet was. En dat ben ik al vergeten. Misschien moet hij dat tegen mij zeggen. Want kijk, ik heb best wel veel films en ook games heb ik dat. Als je hem dan speelt de eerste keer, dan heb je een hele grote teleurstelling.
En daar kan je soms niet overheen zetten. Dus je speelt hem wel. Of je hebt bij mij gespeeld of je hebt hem gekeken. En dan, maar de teleurstelling is dan te groot. Ga je hem later nog een keer spelen of nog een keer kijken. Kijk je vanuit een ander perspectief. Ja. Is het toch soms nog best aardig. Mijn aanrader voor deze week. Joe Rogan interview met Quentin Tarantino. Ja, is die cool? Ja, die moet je echt kijken. Waar gaat het over? Ja, letterlijk over zijn hele oeuvre. Over zijn tiende film. Ook veel van die nieuwtjes die we de afgelopen weken besproken hebben. Want, over Star Trek en... Over alles. Daar gaat hij allemaal over uitweiden. Ook over een Kill Bill 3. Letterlijk alles. Gewoon, hoe lang is het? Wat hij nu wil gaan doen. Ja, het is langzaam als saai die shit. Lang, ja. Maar hoe heet het? Quentin Tarantino. Het is gewoon een geniale dude. En... Ja, is Joe Rogan een beetje open of heeft hij ze ik weet hoe hij is een fanboy. Nee, hij is een fanboy. Ja, dat vind ik wel leuker. Dat vind ik een leuke Joe Rogan. Maar Joe Rogan die zegt van, hey, maar heb je ooit wel eens paddo's geprobeerd? Dat je dat hij alles vanuit zijn waarheid gaat spiegelen, dat vind ik bloedirritant. Nee, dat doet hij helemaal niet. Hij heeft ook over Harvey Weinstein natuurlijk. Want hij heeft heel veel films gemaakt voor Harvey Weinstein. En praat er ook over hoe... ook echt geen flikker. Nou, maar hij praat erover hoe dat wereldje wel werkt. En ook gewoon dat hij zei van... I wish I did something of zo, weet je wel. Van, je had altijd het gevoel, maar niet het bewijs of zo. En niet daadwerkelijk gezien. Ja. Ja. Om het echt te halen. Hij zegt van, ja, het is een beetje de baas die achter de secretaresse aanloopt, weet je wel. Precies. Van, is het serieus, is het niet serieus? Maar zijn het woorden of heeft hij ze de kast geduwd in zien worden? Weet je, dat is het dan niet. Ja, nee, precies. Kijk, en dat vond hij gewoon heel jammer. En hij zegt ook gewoon heel eerlijk, ik vind het ook heel erg jammer, want hij is gewoon een vaderfiguur voor mij. Ja, gewoon een fucked up vaderfiguur, zegt hij. Ja. Maar wel een vaderfiguur. En hij vertelt gewoon ook heel veel over hoe die eigenwijs is en hoe die is begonnen. Deze man werkte gewoon was het nou een opslag of zo met allerlei video, gewoon een warehuis bijna. Nou ja, van de scrolls of zo, de movie scrolls. Gewoon in ieder geval een archief of zoiets. Klopt. Hij werkte in een videoarchief en eigenlijk zijn hele leven was kut. Alles was kut in zijn hele leven en zijn moeder. Out of fucking out of fucking nowhere krijgt hij gewoon één keer een kans wat ook helemaal mis lijkt te gaan en dan. En dat was Pulp Fiction? Nee, Reservoir Dogs. Out of fucking is dat zijn eerste film? Ja. Insane. 1992. Niet zijn eerste film, volgens mij. Ik denk het wel. Nee, volgens mij is het Jackie Brown er nog voor. Nou, want hij had het erover dat hij... hij had natuurlijk Reservoir Dogs. Ja. En... Nee, volgens mij was de Pulp Fiction daarvoor. Was Jackie Brown daarvoor. En volgens mij is Jackie Brown zijn eerste film. Of... volgens mij is het Reservoir Dogs, maar ik ga niet... Iets daarvoor nog. Iets kleins, wat dan misschien minder bekend is. Oh, eerste film... Blub. Is Reservoir Dogs. Echt? Ja, 1991. Insane cool. Dus, dat vind ik ook, maar dat is ook wel mijn favoriet namelijk. Ja, nah, niet mijn favoriet. Voor mij is het echt, en dat vond ik wel cool. De Hateful Eight zei. De Hateful Eight. Ja. En het vette is dat hij ook zei van, heel veel mensen haten mijn Hateful Eight, terwijl ik het een van mijn vetste films vind. Ik ben het helemaal met een Het is wel waarom hij zo goed is om dialoog en spanning. Zonder dat er iets heel spannends gebeurt of zo. Dat is insane goed. Maar hij had die film, Reservoir Dogs, had hij geschreven. En een vriend van hem zei gewoon van... dude, dit moet je gaan maken. Ik vind het gewoon vet. Het is een goed script. Ik ga gewoon funding zoeken. En hij had funding gevonden, $30,000. Die film is niet gemaakt voor $30,000. Nee, $30,000. En ze hadden bijna die film gemaakt voor $30,000. Totdat die last minute 1 miljoen kreeg van Miramax, geloof ik. Dat insane cool. Ja. En als dat niet was gebeurd, had hij misschien nu nog steeds in de fucking archief gewerkt. Echt, nou had hij zichzelf doodgemaakt, denk ik. Maar, ja, want hij zei, alles was kut. Weet je, carrière kut, relatie kut, leven kut. Ja. Alles was kut. Huis, alles was kut. En in één keer, weet je, dat geluk moet je hebben. Ja, ook, weet je wel. Dat gebeurt, hè? Dat is leven. Maar hoeveel Quentin Tarantino's werken er niet? Ergens gewoon in een archief of in een magazijn of heel whatever. Afrika, weet je, die nul kansen krijgen en wat dan ook. Ja, dat is insane. Ja, ik wou het zeggen. Dus ik vond het een heel vet gesprek. Ga het alsjeblieft wel kijken en dan hoor je ook de druk bijvoorbeeld die de industrie probeert uit te oefenen op films. Vet. En omdat hij daarboven staat, kan hij gewoon zeggen fuck you. Maar dan snap je ook waarom andere films soms zijn zoals ze zijn. Vet. Dus dan weet je dat. Dit was Nerd Culture deze week, jongens. 1 uur, 12 minuten en 48 seconden. 50, 51, 52. Schoon aan de haak. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Ik wel. Ik vond het gezellig. En ik wil nog even een shout-out aan jullie. Echt super bedankt voor de reviews. Echt super tof. Doet ons echt enorm goed om iedere week te lezen. Dankjewel. Ook shout-out naar jullie moeder. En tot volgende week, waar we hopelijk een Lord of the Rings special doen. Maar laten we niks meer beloven. In the hands het enige of wat God. We het enige wat we beloven is, er komt een Lord of the Rings special. En daar bespreken we niks van superheroes, Marvel, whatever. Alleen maar Lord of the Rings. Legolas heeft ook een majo, maar dat terzijde. Bye!
Psst.